professor Dr. Ronald Plaster. Wat doet u met die Xenorhabditis elegans? Ik heb ze meegenomen, hè? Oh jee. Dat kun je met stieren niet doen. Nee. Hier heeft u er 10.000. 10.000? Ja, ongeveer. Je kunt ze net zien zitten. Het zijn die ja, kleine... ik zie ze zitten. Ja? En, ik heb ook een fotootje voor. Als je het beweegt ook. Ja, als je er eentje op het oog gaat, kun je hem zien bewegen. Ja. Je kunt net zien, ja. 10.000. Dit is... waar u door gefascineerd bent. Ja. Oh, wacht, fotootje. Ja, fotootje. Oh, ja, hier. Maar zijn dat de grote, dus dat zijn, kleine? Ja, grote. Dit zijn dus de volwassenen. Dan heb je de larven en de eitjes. Ja. Het zijn mannetjes. Het zijn twee seksen. Mannetjes en hermafrodieten. Dat zijn eigenlijk vrouwtjes. Ja? Maar die maken een heel klein beetje sperma voor barre tijden. Voor als er geen mannetje tegenkomt. Oh, ja. Ja. En nou, hij heet in het Nederland het elegant mooie staafje. Ja. Heet hij, hè? Ja, wat doet u daarmee? Ja, ik voelde net een heel duidelijk verschil met de vorige spreker... Die echt het beest primair, omdat uit liefde voor het beest pakt. En voor mij ligt het toch ietsje zakelijker wat dat betreft. We zien het als een soort model om te kijken hoe het leven in elkaar zit. Ja. En de gedachte als biologisch, dan neem het systeem zo simpel mogelijk. Dan kun je tenminste nog wat doen. Dus dit is een dier wat net alles doet wat het leven interessant maakt. Dus eten, seks, bewegen, reageren op de omgeving. Ze hebben spieren, ze hebben hersens van... 302 cellen, dus dat is een mannetje is iets meer, helaas. Hoeveel meer? Nou, ik geloof een stuk of 50, maar die zitten allemaal in het voortplantingsorgaan. Dus dat, hebben die beesten nou een grote overeenkomst met ons? Dat is wel de juiste volgende vraag, hè? Nou, ja. Eerlijk gezegd denk ik in gedrag en dat het niet zoveel zin heeft om dat nou al te veel door te trekken. Maar de reden om er naar te kijken is dat wanneer je nou heel precies naar de bouwstenen gaat kijken. En dat is ook mijn vak, de genetica. Dus je gaat naar DNA kijken. Dat is de achterliggende vraag. Hoe bepaalt je erfelijk materiaal nou wie je bent en waarom en hoe dat in elkaar zit? Dan zie je op dat hele elementaire niveau dat het heel opvallend hetzelfde is. En dan komt het dan natuurlijk in de evolutie allemaal van elkaar af. Dus wat de DNA betreft... Ik dacht dat ze nou in je glas water zaten. Maar we zouden jij zeggen tegen elkaar, dat is ook zo. Waar was ik nou gebleven? Ik weet het niet meer. Ja, we hadden het over de overeenkomst tussen... hoeveel lijkt een worm op een olifant, zal ik maar zeggen, en een olifant op ons? Qua DNA-opbouw? Opvallend veel. En dat is denk ik een van de belangrijkste inzichten van het onderzoek in de laatste jaren. Ja. Is dat we zien dat genen, we zijn allemaal opgebouwd uit DNA, uit chromosomen. Er zitten genen in en elk gen bevat één eigenschap, zeg maar. Die genen die zijn heel sterk geconserveerd. Soms 90% hetzelfde tussen mens en worm. Ja. Waarom heb je die worm gekozen om te bestuderen? Nou, dan is de achtergrond inderdaad, als het dan toch op dat elementaire niveau hetzelfde is... dan kun je aan olifanten bestuderen of aan koeien, maar dan is 10.000 opeens heel ingewikkeld. Er zitten ook praktische problemen bij, soms ethische problemen. En hier kun je van alles mee doen. Ja. En dan toch dezelfde conclusies trekken over hoe het werkt. Dus laten we zeggen, in een vergelijking, als je een transistor zou willen bestuderen... Ja. Die transistor doet hetzelfde. Of je nou in een radiootje zit of in een mixer of weet ik wat. Dus dan kies je gewoon datgene wat praktisch het meest toegankelijk is. Ja. Dus die keuze is een hele praktische. Ja, maar en als je nou... dus je probeert het hele DNA-patroon van die worm te ontdekken. En hoe lang ben je daarmee bezig al? Zelf werk ik nou een jaar of 8 aan. Een jaar of 8? Ja. En hoe lang gaat het nog duren voordat die in kaart gebracht is, die worm? Ja, ik, over de wereld werken er 1500 mensen aan, hè? Dus ik doe dat niet alleen. 1500? Ja. Ja, een heleboel. Ja. En over 2 jaar dan hebben we in principe de totale DNA-samenstelling. Dus dan weten we, hebben we het hele erfelijk materiaal. Dat is ongeveer zo'n aantal telefoonboeken vol. En het DNA dat is gecodeerd in 4 letters. En in principe, als je die dus achter elkaar opschrijft, dan heb je al het erfelijk materiaal. Van het wurmpje. Van het wurmpje. En parallel daaraan loopt hetzelfde project voor de mens. En dat zal nog een jaar of 5, 6 duren. En dat zijn ook iets meer telefoonboeken. Ja. Maar die zouden toch wel hier zo tegen zo'n muur allemaal passen. Ja. En dat vind ik het fascinerende. Dat is het. Dan heb je alle informatie waarin gecodeerd vast ligt... dat een worm worm is of dat een mens mens is. Ja.
Ja. Daar begrijp je dan nog niks van, want het is net als een marsmannetje die dit boek vindt. Ja. En die kan het niet lezen. Nee. Dus die kan er niks van maken. Dus dat moeten we nog helemaal. We zijn eigenlijk nog marsmannetjes wat dat betreft. We moeten dat nog helemaal gaan ontcoderen, decoderen. Ja. Nou heb je dat. Straks is dat klaar. Wat is het nut ervan, van wat je nu doet? Nou, er zitten twee kanten. Aan de ene kant denk ik dat je heel graag wil begrijpen hoe het leven in elkaar zit. Het nut ervan is dat dat allerlei toepassingen heeft. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Dat je, als je begrijpt hoe iets zich normaal ontwikkelt, dan kun je ook begrijpen hoe het verkeerd gaat. Ja. Ik werk zelf in het Nederlands Kankerinstituut, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En daar werken dus, willen we begrijpen hoe kanker ontstaat. En dat ontstaat omdat cellen die normaal in ons lichaam, die moeten soms delen. Bijvoorbeeld als je een wondje hebt, dan moeten ze weer eventjes delen om het te dichten. Maar dan moeten ze er ook weer mee ophouden. Ja. Dus die moeten heel precies weten wanneer ze wel en niet moeten delen. En dat wordt geregeld, gereguleerd. En diezelfde genen die dat reguleren, die regelen ook de groei bijvoorbeeld van zo'n wormpje. Dus de achtergrond is, als we nou beter kunnen begrijpen hoe die regelgenen zorgen dat de groei plaatsvindt. Ja. Dan begrijpen we iets meer over hoe kanker ontstaat. Dan hebben we een nieuw aangrijpingspunt voor, hopelijk voor therapie. Ja, dus dat is de praktische uitvoering van dat hele lange theoretische werk van dat in kaart brengen. Ja. Hè? Nou heb ik wel eens een artikel van je gelezen. En daar schreef je in dat er heel veel mensen zijn uit jouw vak die eigenlijk een beetje neerkijken op dat werk. Biologen zijn van huis uit heel erg. Er is een soort ethos van je zit in je eentje achter je microscoop en je zit daar dingen te verzinnen. En dat echte in kaart brengen, dus helemaal dat aflezen doe ik overigens niet zelf. Dat is inmiddels door twee hele grote, bijna industriële laboratoria in Amerika en in Engeland gebeurd dat. Ja. Waar 100 man werken en waar het helemaal niet meer zo romantisch is. Dat is gewoon, je moet er 's ochtends op je werk en dan moet je er zoveel duizend lezen van die letters. En dan zeggen ze, oh god, dat is toch een beetje beschrijvend werk en postzegels verzamelen. Dat is niet, je stelt geen nieuwe vragen, je zit dat maar in kaart te brengen. Terwijl ik denk, het is een van de mooiste dingen. In mijn vak is het mooiste wat op dit moment gebeurt. Ik denk echt over 1000 jaar zullen mensen terugkijken en zullen zeggen, 1000 jaar voor Christus werd de sterrenhemel in kaart gebracht. En nu, en rond het jaar 2000, werd de DNA gelezen, werd het erfelijk materiaal afgelezen. Ik vind dat prachtig. Ja, dat lijkt mij ook. Maar nou is het natuurlijk wel zo dat in jouw vak wil iedereen iets hebben waardoor die iets vinden. Ja. Waardoor die op de voorgrond komt. Of, ja, maar het gekke is in dit DNA-project. Ja. Dat is ook zo hoor. Dus iedereen wil natuurlijk iets belangrijks ontdekken en dan beroemd worden. Jij ook. Ja, ook wel. Ja. En is dat al gebeurd? Nou in... ja, je hebt gradaties. Hè. Ja, maar. Nee, niet iets waarvan. Nee. Nee. Maar wat wou je zeggen? Je wou iets zeggen? Nou ja, juist in dat DNA-project, dat heeft een beetje zo'n appeal op mensen. Dat vinden ze zo mooi. Dat je daar dus inderdaad hele goede mensen bereid vindt om te zeggen, nou, het is een beetje anonieme bijdrage. Maar als een soort kathedralenbouwers in de middeleeuwen. Ja. Van, het staat voor eeuwen. Dus daar kan het me eigenlijk niet meer schelen dat mijn naam niet op elke steen staat. Maar ik heb toch aan iets heel moois bijgedragen. Ja. Dus dat is een wat anoniemer project. Ja. Nou, lezen we daar natuurlijk wel af en toe iets over in de krant. We hebben natuurlijk die verhalen gelezen van die fokstier, Herman. Ja. Die staat er niet in, heb ik net gevraagd. Staat die erin, hè? Die staat er niet in. Die gemanipuleerd is zodanig dat uit die mevrouw die Ike heet, hè, die volgende koe, dat de melk die daaruit komt, daar hopen ze dan weer medicijnen en dat soort dingen van te maken. Ik geloof babyvoeding. Babyvoeding was de laatste verhaal. Babyvoeding was de laatste verhaal, ja. Nou zijn er mensen die zeggen, wacht eens even, die mensen, jij ook, die spelen een beetje voor God. En die gaan zitten manipuleren met het DNA. En dat heeft ook iets heel erg engs. Ja, het gekke is dat we eigenlijk dat al eeuwen doen. Vroeger, kippen die elke dag een onbevrucht ei leggen, dat is niet normaal. Nee. En die zijn natuurlijk gekweekt daarom, omdat we dat lekker vinden. En er zijn dus stieren, dikbeeldstieren, die kunnen alleen maar met een keizersnede ter wereld komen. Dat is ook niet normaal. Nee, maar dat vind ik ook wel gruwelijk, eerlijk gezegd. Ja, maar daar heeft nooit iemand van gezegd dat uiteindelijk niet mocht. Niet mocht, nee. Dat is dus overigens zou je daar komt dan wel in het geding dat het voor de dieren natuurlijk ook heel onplezierig is. Ja. En daar vind ik, daar moet je wel serieus rekening mee houden. Maar op zichzelf, dat we dus genetisch dieren, bijvoorbeeld dat we koeien kweken die elke dag melk geven, omdat we dat graag willen. Ja. Daar zijn we denk ik aan gewend en daarom vind ik het niet meer gek. Ja. En met dat DNA-onderzoek is dat nieuw. Daardoor moeten mensen daar even aan wedden. Maar op zichzelf zie ik niet wat daar zo mis mee is. Nee, nou ja, en waar je aan denkt is van die science fiction-achtige toestand. Ja. Dat je mensen kan maken naar een patroon dat je wil. Je haalt er wat lelijks uit, je stopt er een ander laadje in. Ja. Hè?
Nee, dat is het schrikbeeld. Ja. Maar ik denk, daar zijn we altijd nog bij. Kijk, als, de eerste als jij erbij bent, lijkt het me ook wel goed. Maar... daar zijn we toch bij. Het verhaal is altijd van, ja, de Boys of Brazil met Hitler. Die ja, precies. Maar dat is waar je aan denkt. Het enge is Hitler. En kijk, en toen Hitler had geen... Ja, die lopen, maar als ze aan de macht komen, dan hebben we ook een probleem. Maar dat hebben we met of zonder erfelijkheidsonderzoek. Die mensen die kunnen ook met knuppels kunnen ze ellende aanbrengen. Dus ik denk dat je al je onderzoek moet doen in het vertrouwen dat we met z'n allen nu en ook onze kinderen later daar verantwoord mee om zullen gaan. En dat dat nooit een reden mag zijn om dingen die je op zichzelf nuttig vindt voor medisch onderzoek, voor erfelijkheidsonderzoek, om die dan niet te doen omdat je bang bent dat een ander ermee aan de haal gaat. Ja, er komt wel wetgeving over, hè? Naar aanleiding van die stier is er een wet in de maak en zo. Dat wordt toch allemaal wel een beetje beperkt. Geldt dat dan ook voor die worm? Of, Ja, dat is wel grappig. Ik kreeg die conceptregeling toegestuurd. Ja? En daar stond in, nou, je hebt dus bepaalde regels voor gewervelde dieren. En dan voor vliegen en dan voor micro-organismen. En toen heb ik die ambtenaar opgebeld en gezegd, bent u het met mij eens dat mijn wormen micro-organismen zijn? Ja. En, want het zijn geen vliegen en ook niet gewerveld. En toen zei hij, ja, dan zei ik, nou, dan heb ik verder geen commentaar. Dan mag je dus doorgaan. Want dat maakt het wel een stuk simpeler. Ja, maar trouwens... Het zijn geen micro-organismen, het zijn dieren. Hè? Het zijn dieren? Ja. Ja, ze hebben zelfs hersenen, heb je net gezegd. Ja. Maar nou, nog even over die wormen. Als je dat onderzoek nou doet, hoe moet ik me dat nou voorstellen bij een beest van een millimeter? Snij je die dan nog in 1000 plakjes? Of kunt u zich dat voorstellen, hoe die dat doet? Het is voornamelijk genetisch onderzoek. Dus wat we doen is het ingrijpen is inderdaad niet door er iets uit te halen en te transplanteren. Nee? Maar door genen eruit te halen en erin te zetten. Ja. En dat is inderdaad, dat kun je wel heel goed doen. Je kunt met een klein naaltje kun je in een geslachtsorgaan een nieuw DNA inbrengen, wat dan aan het nageslacht wordt doorgegeven. En dus wat we steeds doen is DNA veranderen en kijken wat het doet met de eigenschappen van een dier. En daar dan proberen Maar herken je die wormen dan nog? Ik bedoel, het zijn geen koeien, dus je kan ze geen namen geven. Hebben ze wel namen? Ja, maar daar hebben we dan... Nee, ze hebben geen namen. Nee. In principe, dat zou ook een heel verhaal worden. Wat je wel kan zien, deze heet N2. Ja? En dat is, zo heet die stam, dus ze zijn wel genummerd. Ja? En in principe nummeren ze. Er is een zekere tendens altijd van mensen die zeggen van... Die nummers zijn zo saai en die vinden het voor hen persoonlijk. Iedereen moet ook weer een carrière maken in het vak. En het is, als je nou mutant 3012 hebt ontdekt, so what? Ja. Dus er was laatst een Duitser, die had een mutant, die had iets met de binnenkant van de slokdarm. En die noemde hij Deep Throat. Dat is wormpje. Ja, dat wormpje. En dat kwam niet, er is een commissie die de naamgeving beoordeelt. Daar kwam er niet doorheen. Ja. Maar ook omdat, je hebt ook Japanners en die noemen dan zo'n mutant Fujitaratsu en zo. Dus het wordt ook, je kan je wel voorstellen dat het lastig wordt als iedereen... Ja, het wordt heel erg lastig, vooral met deze hoeveelheid. Dus vergeef maar nummers. Met deze hoeveelheid. Wanneer heb je eigenlijk dat vak gekozen? Zat het er van jongs af aan in? Was kon je aardig mee komen op school? Ja. Ja? Ja. Was je goed op school? Ik was er goed op school, In wat voor vakken? Ja, alles. In alle vakken? Ja? Ja. Maar alleen in exacte vakken of ook in talen? Nee, de talen ging ook wel. De talen ging ook wel lekker? Ja? Heb ik ook nog wel gedacht. Ik heb een tijdje ingeschreven. Nee, in het laatste jaar moest je inschrijven, met je laatste schooljaar. Ja? Stond ik, geloof ik, eerste keuze Russisch, tweede keuze natuurkunde. Toen heb ik op het laatste moment, na een afstudeerfeestje, heb ik dat veranderd in biologie. Ja? En waarom? Ja, dat vond ik toch ook wel willen. Ik achteraf, als ik nu terugkijk, ik ben heel blij met dit vak. Ik vind het een heel mooi vak. Maar als ik terugkijk, denk ik dat ik als 18-jarige toch een beetje losbollig gekozen heb toen. Ja. Maar je hebt toch niet spijt, hè? Absoluut niet. Nee. Alleen weet je niet of je dat niet ook gezegd zou hebben als je toen iets anders was gaan doen. Nee, het is een heel spannend, omdat er nu veel gebeurt op dat gebied van de genetica, vind ik het nu heel leuk om erin te zitten. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar we hadden het even nog over dat mensen het een beetje eng vinden. Er zitten natuurlijk ook, dacht ik net, allerlei mooie kanten aan die wij weten als leken. Dat je bijvoorbeeld uit een paar druppels, denk ik, vruchtwateronderzoek kunt bepalen of zo'n embryo helemaal in orde is, ja of nee. Hè? Ja, jij vindt dat mooi en ik vind dat ook mooi. Maar er zijn natuurlijk ook nog weer mensen die dat dan niet mooi vinden, maar... Ja, je kunt natuurlijk dus als er in een familie een erfelijke ziekte heerst... dan kunnen de ouders, die misschien in het verleden gezegd zouden hebben... nou, we durven dat niet aan, kinderen... die kunnen nu besluiten om een zwangerschap te beginnen... en dan kort na het begin daarvan kijken of het allemaal goed gaat. Ja.
Maar de reden dat sommige mensen dat natuurlijk onplezierig vinden is dat wanneer het niet goed gaat, moet je ook bereid zijn om die consequentie van abortus te kiezen. Ja. Ja. En daar is dan nog wel eens discussie over. Maar ik vind dat winst dat dat kan. Ja, nou ja, daar is natuurlijk op zich is er ook weer een enge kant aan. Want ik geloof dat ze in China de neiging hebben om alle meisjes weg te gooien. Ja, en, ja dat vind ik ook eng. Ja, maar daar heb je dus geen DNA-onderzoek voor nodig. Dat... Nee, nou, om ze te aborteren bedoel ik. Dus ja. Dat kan je natuurlijk doen. En als je heel ver gaat, dan kan je zeggen, nou, rood haar zint ons niet. Dus kun je er ook aan zien. Maar dat zijn ook mensen willen dat helemaal niet. Hè? Ouders die willen gewoon een kindje wat een beetje op papa en een beetje op mama lijkt. En gewoon maar wachten wat eruit komt. Nou ja, ze willen wel. Er zijn toch tegenwoordig is er ook zo'n kliniek waar ze naartoe gaan. Hoeveel klanten hebben die? Ik heb geen idee. Hebben die geen klanten? Volgens mij niet veel. Ja, er zijn altijd, voor alles wat je verzint is wel weer iemand te verzinnen die dat wil. Maar, ja. Maar het is geen grote markt. Ja. Absoluut. Het werkt ook niet trouwens. Die techniek. Nee. Dus. Nee. Als je nou dit onderzoek hebt afgerond, dat duurde nog hoeveel jaar zijn er nog dat je dan bezig was? Nou ja, over 2 jaar, dan weten we dus, hebben we het hele DNA in die telefoonboeken staan. Ja? Dus en die hele code. Ja? En dan begrijp ik natuurlijk nog steeds niet hoe dat er nou toe leidt dat er uit een bevruchte wormencel een worm ontstaat en uit een bevruchte eicel van een mens. Ja. Niet? Daar zit verschil tussen. Ja. Dus dat, daar kun je nog wel 10.000 jaar aan. Nou, een heleboel jaren aan bezig zijn. Duizenden jaren kun je daarmee door. Ja. Dankjewel. Ik begreep het wel. Dus dan begrijpt iedereen het. Dankjewel voor dit gesprek.